Het wereldkampioenschap Sunfish Zeilen voor de Jeugd wordt dit jaar voor het eerst gehouden op Curaçao. Ilona zeilt al vanaf haar zesde jaar. Ze is een van de vier meisjes die meedoet aan de wedstrijden. Nou, ik ben nu mijn boot aan het klaarmaken. Dus het zeil aan de mast en de giek vastmaken. En ja, kijken of we even goed kijken. De touwtjes, dus tussen die ringen zetten en zo, dat het vast aan de mast blijft. Er staat genoeg wind. En ik denk wel dat met deze wind zal ik het best wel goed kunnen doen. De start is zometeen om 10 uur. Zometeen gaan we ook op het water. Gaat iedereen op het water en dan zijn er 2 back-to-backs. Dus dan zeilen ze achter elkaar. 2 races. Dan komen we hier weer op het land, lunchen. En dan om 2:30 is er weer een start. En gaan we naar huis rennen. Tijdens de eerste wedstrijden is Ilona als tweede meisje gefinished. Na de andere 6 wedstrijden weet ze de definitieve uitslag.